MH17 een soort geheime code. Voor heel veel dingen en nog heel veel meer. Voor dode mensen, geopolitiek. En ook voor af en toe die mooie begrafenismuziek. Het o zo grote Zwarte Pietenspel. De media zijn super, super snel. Een gloednieuw, heel mooi klook- en dekkerspel. Een heel nieuw het, ja, weet je wel. Is Poetin dan toch leuker dan ik dacht? En niet alleen maar uit op solomacht. Is Poetin dan gewoon een leuke man? De Nederlandse media zijn blijkbaar blind en praten na. Ik ben niet altijd gek van USA. Maar ik ben ook niet geen Poetin-fan. Ik vind het echt een enge man. Nog enger haast dan Rutte als dat ken. Ik hou niet zo van politiek. Noodzakelijk kwaad, vaak minder ziek. Ik hou meer van mijn meisje, ik ben verliefd. Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne. Het is een hele rare dans. De separisten twisten. En het Westen walst eroverheen. Wie danst met wie en grijpt zijn kans, wordt hopelijk geen dode dans. De Russen kunnen kussen, maar niet zo goed als mijn vriendin. Al heeft dat politiek gezien misschien maar weinig zin. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het bijna nog leuker dan politiek. Ik weet wel zeker dat ik het leuker vind dan politiek. Ik hoop dat ze komt, is nog niet zeker. Nou ja, wacht af. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dat was Dennis Wijmer. Dankjewel. Oké, Karel van Wolfsen.